Nee, ik had het. Wacht even mezelf. Nee, ik had een straat raam. Dan kan je nog op een spel gaan. Schimmerspel, als we zeggen. Schimmerspel, ja, precies. Ja. Met waar je op? Ja. Ja? Ja, eigenlijk moet er gaan we weg. Nee, waar je hand hebt op je hand. Leidt. Denk je daar ook een beetje stap terug? Nee. Want ik heb ook een stukje niet voldoende moet zijn. Een stukje kost. Kijk, dat is iets te boven. Zie je dat? Dat is allemaal wat dubbel is. Lijkt het niet meer op, maar het kon ook anders. Ik heb de hengel van mijn auto gehad. Ik had op een wandelhengel, maar dan missen de bussen. En die bussen dus een juist schuur daar. Ja, Ja, dat is wel een keer, hè? Maar weet je, ik ben wel een keer.
We hebben nog reunie gehad van de uitstootlaan en van de rijkers. Ja? Ja, in de oude biekte. Ja, oh, wat leuk. Ja, dat was heel leuk. Maar iedereen kwam er van vroeger. Sint-Klaus, heb je nog wel eens contact met Alain Grimaud? Ja, helemaal niet meer, maar die vond vroeger al zijn stuk. Ja, dan gingen wij Alain Grimaud in het midden en ik hier helemaal niet staan. Iedereen vond het leuk. Hij was niet zo groot, maar ja. Iedereen vond hem leuk. Ja, dat weet ik ook wel. Hij was de eerste met lange haar in de bos, denk ik. Ja, waren wel meer hoor. Er waren ook wel meer, maar hij liep echt met zo'n lange haar al in 65. Ja, zo heb ik niet zo lang. Nee, dat komt niet hoor. Ja. Nee. Maar hij woonde op daar stoel aan. Ja, zijn moeder kende ook wel. Ja, hij woonde daar van. En toen was in die tijd, hadden we ook een vriendin en die heette Thea Jansen. Die is een jongere. Hij woonde daar ook in die flat, bij Alain en Mo. Die ken ik zo niet. Nee? Nee, die ken ik zo niet. Ik werd die meisjes. Er waren met van hele lange haar. En jouw moeder, dat weet ik ook nog wel. Ja, moeder. Ja, dat is wel. Oh, ja. Jullie woonden bij Quarta. Ja. Daar kwam ik ook naar de stap hoor. Ben daar vaak bij jullie geweest? Ja? Ja. En Herman, die had nog bij hem gewoond. In de Vasco da Gama-straat had hij gewoond. Thank you.